Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 1 mei. Het is vandaag een iets wat herfstachtige dag, zo mag je het wel noemen, met veel wind en veel bewolking. En het regent ook geruime tijd, met name in het midden en noorden van het land. Vanuit het zuiden wordt het geleidelijk aan vanochtend wel droger. Temperaturen liggen rond de 6 à 7 graden, en er staat een vrij krachtige tot stormachtige wind vanochtend. Met name in het noorden waait het nog flink. Vanmiddag gaat de wind geleidelijk aan afnemen. Vanuit het zuiden gaat het dan op steeds meer plaatsen opklaren. De temperatuur ligt vanmiddag tussen de 10 en de 13 graden. Vanavond is het een graad of 10. De wind die neemt dan af en die wordt zuidwestelijk en overwegend matig. Morgen draait de wind naar het zuiden en dan zien we weer vaker de zon. Zeker in de ochtend zijn er flinke zonnige perioden. Smiddags dus wordt het zo'n 15 tot 17 graden. Komen dan wel wat meer wolkenvelden. En in de avond kan er toch nog wat regen vallen als een neerslaggebiedje van west naar oost over het land trekt. Donderdag is het droog met wolken en zon. En vanaf vrijdag komt de zon weer helemaal terug. Kan dan zo'n 17 graden worden. In het weekend wordt het nog warmer en stijgt de temperatuur naar zo'n 19 tot 21 graden, zondag lokaal 23 graden. De lente komt dus helemaal terug.